Het schooljaar 2024-2025 is vandaag van start gegaan. Minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft alle leerlingen aangemoedigd om met frisse moed aan dit nieuwe schooljaar te beginnen en zich gedisciplineerd in te zetten voor hun schoolwerk. Hij benadrukte dat het belang van onderwijs in de toekomst voor hen steeds duidelijker zal worden. De onderwijsminister motiveerde kinderen om zich vrij te voelen in de klas, zodat ze optimaal kunnen profiteren van de kennis die hen wordt bijgebracht. Wees trots op jezelf, op de mooie resultaten die jij zelf boekt om naar het volgende schooljaar te gaan. Ik mag je verklappen dat je heel je leven lang lessen zult leren. Dus studeer met plezier, jongens en meisjes, en vertel aan je ouders elke dag wat je op school hebt gedaan. Stel vragen als je iets niet begrijpt. Wees nieuwsgierig om meer te weten over wat je geleerd hebt. Lees veel en praat met je vrienden erover en zo worden jullie straks de nieuwe leiders van het land. Wij ouderen moeten het aan jullie straks overdragen en jullie moeten het beter doen dan wij. Zo ontstaat er groei en bloei voor elk van ons. Alvast een hartelijk applaus voor jullie talenten die we gedurende dit schooljaar gaan ontdekken bij jullie. Minister Ory richtte zich ook tot de leerkrachten die hij als een hele belangrijke factor ziet binnen het onderwijs. Hij benadrukte dat een leerkracht een niet te onderschatten verantwoordelijkheid heeft voor de vorming van een kind. Dat werkt door in haar of zijn leven. Leven lang leren is een must volgens de UNESCO en dit is inherent aan het beroep van educator. Dit gezegd hebbende wens ik u voor dit nieuw schooljaar heel veel kracht en wijsheid toe. Laten we 2024-2025 met veel meer overleg en dialoog en eensgezindheid werken aan een krachtig en veerkrachtig onderwijs voor elk Surinaams kind en ons eigen Surinaams identiteit duurzaam blijven ontwikkelen. Minister Ory riep de ouders op om actief deel te nemen aan het onderwijs van hun kind, zodat dit schooljaar ook een groot succes kan worden. Hij benadrukte dat zijn ministerie dit jaar rekent op hun waardevolle bijdrage en inzet in het onderwijsproces van hun kinderen.